De Surinaamse politiebond wil zich meer gaan richten op de mentale weerbaarheid van haar leden. Rivelino Eijk, woordvoerder van de bond, zegt dat de organisatie middels lezingen het ontwikkelingsniveau van de leden wil verhogen. Dat zal ertoe leiden dat ze minder geneigd zijn om strafbare handelingen te plegen. Het zedenmisdrijf, waarbij twee aspirantagenten zijn betrokken, is reden te meer voor de bond om te gaan werken aan de mentale zelfverzekerdheid van het politiepersoneel. Wij als politiebond, als bestuur van de Surinaamse politiebond, is het voor ons natuurlijk altijd een onsmakelijke zaak wanneer een lid van ons in opspraak komt, wanneer een lid van ons strafbare feiten heeft gepleegd. Wij zijn natuurlijk ook de mening toegedaan dat het moment dat een lid, een politieambtenaar, een lid van de Surinaamse politiebond, een feit heeft gepleegd, dat hij daarvoor verantwoordelijk moet worden gesteld. Eijk zegt dat de leden verantwoordelijk zijn voor hun eigen besluiten. Binnen dat traject van een jaar, waarin men wordt opgeleid tot aspirant agent van politie, wordt er zoveel aan de weg getimmerd om die ombuiging te maken van burger naar politieman. Omdat we ook wel weten, ja, dat een politiemens niet een zomaar mens is. Ja, je moet heel veel in je hebben, je moet in zoveel situaties kunnen optreden, je moet zoveel dingen in je hoofd kunnen verwerken binnen één seconde op een bepaalde moment. Dus wij weten dat binnen dat opleidingstraject er heel veel wordt gedaan, ook aan de mentale weerbaarheid van zulke mensen. Natuurlijk zal er dus ook een weg open liggen voor de politiebond om met haar leden te praten. Ja, trouwens, ons statuut die voorziet ook daarin dat wij in feite dus lezingen zullen moeten houden voor onze leden. Ja, waarbij we eigenlijk moeten zorgen voor de verheffing, ja, van de ontwikkeling van onze leden. Dat was Rivelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse politiebond. Hij benadrukt dat de bond van mening is dat leden die strafbare feiten plegen gestraft moeten worden.